Ik kreeg net zo een massive panic attack. Dit is de eerste keer. Dit lijkt toch sprekend op mij van de achterkant. Dat is insane. Goedemorgen jongens en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn ochtend startte mega stressvol. Ik deed de vlogcamera aan en ik kreeg een SD-kaart memory error. Dus ik dacht, wat nu? Maar goed, ik heb het gefixt. We kunnen weer filmen. Ja, de dag na Koningsdag. Het is 11 uur en ik zit nog steeds lekker in mijn pyjama. Mick die moest werken. En Eve is lekker even tv aan het kijken. Hey girl! Hey! Ja! Grappig! Goed, ik heb zo meteen een meeting via Zoom. Dus... ik moet me wel even klaarmaken. Dus dat ga ik zo meteen even lekker doen. Lekker douchen en wat make-up op mijn poren smeren. Zodat ik een beetje presentable ben tijdens de meeting. Dus ja, ik ga nog even een beetje aanrommelen hier met Eve. En ik moet ook heel veel dingen regelen. Als in belasting shit en lots of fun stuff, guys. Goed, ik zie jullie zo. Zo, jongens, ik ben me even aan het klaarmaken. En ik kreeg net zo een massive panic attack. Ik heb natuurlijk zometeen die meeting via Zoom. En ik zat te bedenken van, het is helemaal niet handig dat ik hier alleen ben met Eva. Want 1, ik heb geen idee hoe lang die meeting duurt. Misschien duurt het wel een uur. 2, Eva gaat misschien wel helemaal druk doen, rennen, vliegen. Misschien wordt ze straks wakker in een of andere mood die je niet kunt handelen. Ja, nee, dat gaat het gewoon niet. Ik kreeg helemaal panic attack. Gewoon niet goed over nagedacht. En Mick die is pas om 6 uur klaar met werken. Dus ik belde net mijn vader of hij dan misschien even 2 uurtjes op Eva kan passen. Of 2 uurtjes, I don't know. Ik weet niet hoe lang die meeting duurt. Maar zolang die meeting duurt, even met haar aan de gang kan. Zodat ik even me kan focussen op de meeting. Helemaal niet over nagedacht. En nou is het helemaal niet zo erg hoor, maar ik bedoel, als die meeting straks een uur duurt of whatever, dan ja, nee, dat is niet handig. Oké, ik ga hem even klaarmaken. Nou, mijn vader is hier. Redder in nood, jezus. Nou, en de meeting gaat nu ook maar beginnen, dus ik ben benieuwd. Dit is de eerste keer. Oeh, ik ben helemaal niet scherp. Zo, ik ben even in Evi de kamer. Even een beetje opgeruimd. Nou, zoals je ziet heb ik mijn pyjama weer aan. Deze pyjama is trouwens via ASOS heb ik deze besteld. Ik kreeg daar wat vraagjes over. Dit is echt de meest zachtste pyjama die ik ooit in mijn leven heb gehad. Echt zo fijn. Ik leef hier momenteel in. Zoals jullie misschien wel zien in mijn vlogs. Oh, heerlijk. Even lekker pyjamaatje weer aangedaan. Het is ook echt mega grauw buiten. Ik ga lekker zo even Disney filmpjes kijken met Eve. Mijn vader die is net de deur uit. Zo fijn dat hij even last minute mij kon redden met Eve. De meeting ging super goed. Oh ja, dat ging ik nog even vertellen. Ik heb een hele leuke samenwerking met Issy Paris XL. Met het merk BE Creative Makeup. Mega mooi make-up merk vind ik dat. Heel erg gepigmenteerd. Dus ja, ik had een aantal producten gekregen. En om daar hele mooie content mee te maken. Dus komt volgens mij deze week of volgende week ergens online. Dus volg mij ook even op Insta als je dat nog niet doet. Oh my god, ik ga helemaal stuk. Even dit met jullie delen. Mick die stuurt mij net een appje. En hij zegt, oh my god, ik dacht serieus dat ik jou hier zag. Hij is nu op werk in Hoofddorp bij de dierenartspraktijk. Maar kijk even dit. Dit lijkt toch sprekend op mij van de achterkant. Dat is insane als ik zo'n bol heb. Ik ging net helemaal stuk. Oké, jongens, het is al wat later op de avond. Maar ik wil dit even met jullie delen. Ik ga namelijk een lekker toetje maken.
een shake als toetje. En nou, je hebt het volgende nodig. Alpro vanille, banaan en ijsblokjes. Dit is bijna the end, maar we gaan niks verspillen. Het kutte is dat Eve nu slaapt en dat wij nu gaan blenden. Ja, choices. Oké. Mick gaat eerst proeven. En als hij het lekker vindt, dan maak ik hem ook voor hem. Want anders is het zonde. Oh. Dit is zo lekker, jongens. Niet normaal. Oké. Lekker, hè? Maar pomp er niet een hele banaan in voor mij, hè? Oh. Ik heb hier een hele banaan in gerost. Ik heb hier een hele banaan in gerost, ja. Wat wil je dan? Een halve. Maar dan weet ik niet of het zo lekker is. Ja, jongens, dit is gewoon een soort van healthy milkshake eigenlijk. Echt de moeite waard om te proberen, jongens. Heerlijk. Oké, ik ga heerlijk genieten van mijn milkshake. En Homeland kijken weer, jongens. Ik kreeg dus heel veel reacties over Homeland. Dat jullie dat ook hadden. Dat jullie halverwege zijn gestopt en het nu weer terug gaan kijken. Of dat jullie er maar niet aan gaan beginnen. Want het zijn 7... Seasons. Seizoenen. Oké, jongens. Ik ga chillen. Ik zie jullie morgen met een nieuwe video. Oké, jongens. Tot morgen.